Hey, goedemorgen. We hebben vandaag weer een beetje relax gedaan vanmorgen. Het is donderdag 20 juli en het is iets over 11. En we gaan weer met z'n tweeën op pad. Eerder blijven we wederom thuis, moeten zij weten. Riley is er niet zo blij mee, maar goed. We gaan vanmiddag ergens kajakken in een grot of zo. En dat is een meertje een uurtje hier vandaan, dus we gaan die kant op rijden en dan zien we nog wel wat we onderweg gaan doen. We zijn in Kles. Zijn jullie in Kles? Kles. Nou, zoals verwacht stelde het heel veel voor. We zijn weer in de auto. We gaan nu denk ik richting het kasteeltje rijden en dan gaan we kijken of het daar wat meer te beleven is. Maar we gaan het zien. Meer dan dit gaan we niet geraken. Het is privébezit, dus ja, dit is het. Achter bij dat meer, daar ergens gaan we zo meteen wel kajakken. Om 2:30. Het is nu 1:30, over 2 uurtjes. Dus ik denk dat we rustig een rondje om het meer gaan rijden en dan die kant op gaan. Misschien gaan we even zwemmen of op het terrasje zitten. Of komen we nog wat tegen? Geen idee. Maar we gaan ons eerst even bezatten. Lekker hoor. Heerlijk. We hebben nog een fles limoncello achterin liggen. Die tikken we zo als op de boot. Die zitten achterover. Dan wordt de kajakken pas leuk. Lekker zo met alleen een broodje van vanmorgen. Ja, heerlijk. Nou, we zijn er klaar voor. Denken we. Eerste stuk worden we als het goed is door een bootje getrokken, dus hoeven we niet te peddelen. We hebben weer even goed geregeld. En dan komen we als het goed is bij een of andere kloof. En daar moeten we dan wel peddelen. Nou, we gaan het zien. Oh, er is iemand al helemaal klaar ervoor hoor. Perfecto. Nou, kijk eens, net op schoolreisje zijn. Daar gaan de kleuters allemaal. We zijn onderweg hoor. Deze outfit maakt het helemaal af. Paddel is wel zwaar hoor.
Wie moet al het werk weer doen? Ja. Ja, dat zijn we altijd dezelfde. Ik ga voortaan alleen nog maar op deze manier kajakken. Het is heerlijk. Zo, we zijn weer terug van de kajaktour. Het was leuk, het was mooi. En we zijn wel een soort van nat. Maar goed, we gaan nu nog even zwemmen. Onderweg hadden we een paar druppels op de rug. Het is nu weer droog, dus we gaan nog even lekker zwemmen. En dan gaan we daarna terug naar het huisje. Maar het was leuk. Het was heel leuk. Dus... voor herhaling vatbaar. Als je hier bent, mag je lekker gaan kajakken. Het is heerlijk water hier. Ze komen naar je toe. Lekker gebarbecued en met de kajak was ook super leuk. Ga lekker slapen. Morgen is het plan om met de lift te gaan, maar het weer wordt een beetje matig. Dus ja, we willen ook niet boven op een berg zitten met storm en onweer, want afgelopen week is dat gebeurd in Oostenrijk. Mensen hebben 3 uur vastgezeten in een lift. Staat niet echt op mijn to-do-list. Dus we zien het morgen wel. Slaap lekker, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Goedemiddag. Het is inmiddels middag, denk ik. Hoe laat leven? Ik ga even verder kijken. Het is 1:50. Het is vrijdag 21 juli. Wij zouden lekker gaan wandelen ergens op een berg, maar het is niet gelukt. Het is behoorlijk hard aan het regenen. Dus ja, dat gaan we hier worden niet. De vraag is ook hoe lang mijn vlogreeks gaat worden, want de voorspellingen voor de komende week zijn dit.
Regen. We gaan morgen hier weg. Gaan we een dagje naar het Gardameer, waar het altijd mooi weer is. Voor morgen staat er storm voorspeld bij het Gardameer. Volgende week zitten we nog een week in Oostenrijk. Er is ook regen voorspeld. We gaan het zien. Ik ga niet elke dag filmen hoe ik een puzzelboekje aan het maken ben. Dus dat volgt nog. Maar goed, we gaan nu met auto naar een dorpje. Misschien erg lunchen of zo. Maar de hele dag hier in dat huisje hangen we er ook een beetje depressief van. We hadden gehoopt dat het iets zachter zou regenen. Dat we nog even konden gaan wandelen. Maar het blijft echt behoorlijk gieten. Dus gaat niet worden, denk ik. Maar we gaan eens kijken wat ons wel gaat brengen. We zijn in Di Mare. En in Di Mare gaan wij lunchen. Van een armoe, hè? Krijg je een beker water bij je koffie. Je moet nog zelf aanmengen ook. Dat je wel even mogen scheren. Sinterklaas komt vroeg dit jaar. Ja. Het weer is opgeknapt, net scheen zelfs de zon. Ze zijn wel richting de lift gereden. Maar ja, het is 3 uur geweest, dus de lift omhoog is een beetje zonde. Want die gaat om 5 uur alweer dicht. Dus we hadden gezien dat hier een meertje was. Daar zijn we heen gereden. Dan moesten ze eerst met de bus. En dan is nog een half uur lopen naar het meertje. Wij dachten vlak. Uiteraard niet. Tering en omhoog. In een trui, want vanmorgen was het koud en nu is het warm. Nou ja, beter dan regen. We moeten die hond enigszins inhouden dat hij niet gaat rennen. Nee, van die Italianen moet je het hebben. Heb je een restaurant? Kan je er alleen maar heen als je helemaal eromheen moet, a 2 uur lopen. En dan moet je dus ook weer 2 uur terug. En dan halen we de bus weer. Want de weg is dicht. Nou, wat vinden we daarvan? Weer echt niet voor jou. Heel fijn. Nou, leuk in Italië. Daar mag je niet overheen. Dus je kan hier rondlopen. Nou ja, we gaan maar weer terug. Het was een mooi meertje. Gelukkig hebben we niet het hele stuk gelopen. Maar hebben we de bus genomen. Ik heb die vrouw per jas weer aangedaan. Het is koud. Hey. Hey meisje. Zo, we zijn weer terug. Nou, eens even kijken wat de volgende stop gaat worden. Wat een verrassing. Kijk dan, er staat er weer eentje te kanen. Oh nee hoor, sta niet te eten, zegt ze. Sta niet te eten. Wat heb jij in je handen? Vreedzak. Nieuwe rugzak gekocht. Kunnen we lijken in vervoeren. Zo, update. Souvenirs gekocht, zijn we naar huis gegaan. Restjes gegeten, spullen ingepakt. Zit al een deel in de auto, maar we gaan weer weg. Dus we gaan nu lekker slapen. Morgen op pad gaan we richting Gardameer. Beloof wat. Weersvoorspelling in storm. Gaat goed komen. Dus slaap lekker. En tot morgen.